Oké, luister. Er was eens, lang geleden, nou ja, niet zo lang geleden, en ook niet zo ver hier vandaan, was er dus zo'n bokstoernooi. Nou ja, in ieder geval, het leek op een bokstoernooi. Maar in het echt was het gewoon een doorgestoken kaart. En er werd hier altijd voor veel money gewed. Maar het was gewoon een toneelstukje met betaalde acteurs, man. En het grote brein hierachter? Jabbar, de zoon van een eenvoudige Turkse groenteboer. En voor hem werkte iets verderop nog een paar zonen van eenvoudige Turkse groenteboeren. En als er iets niet goed ging, dan moesten zij dat gewoon even oplossen, toch? Hele gewone jongens, die geboren werden om bij hun vader in de zaak te werken. Jongens als jij en ik, die niet te moeilijk doen om even hard te werken. Altijd goed gekleed, altijd netjes met de buren. Goed zorgen voor hun oma en goed op hun zusje letten, zodat ze niet met een of andere mogol naar huis komt die de familie ten schande maakt. Wat hebben ze nou allemaal gemeen? Precies. Deze boys zijn allemaal gangsters. Yolcuyu gönderdik baba. Tamam. Oh ja. En de moraal van dit verhaal is? Zelfs een zoon van een eenvoudige Turkse groenteboer kan een gangsterboy worden. Kijk, dat ben ik. Mahmoud. Ik ben bezig om gangster te worden. Als ik dadelijk niet dood ben tenminste. Mijn vader zei het nog tegen me. Blijf in de groentewinkel werken. Maar ja, dan verdien ik op mijn 80ste nog steeds 10 euro per maand. Dus wat doe je? Je kiest een ander pad. Hey, alles ging goed totdat ik Appo tegenkwam, man. Niets aan de hand, zou je zeggen. Hetzelfde dude als ik. Werkte ook bij zijn pa voor een linker Nike per maand. En als we niet goed oppassen, zijn we dadelijk allebei dood. En het komt allemaal door een plotseling een telefoontje van een vriend van me. Mammoet, wat blijf je, man? Kom snel, man. Hij stelde me voor aan een hele mooie meisje. Die een dans voorbereidde voor een of andere televisieshow. Waarvan net het bezopen presentatrice was ontslagen. Dat kwam omdat zij weer aan het vechten was met een of andere bitchy blond meisje. Die dronken presentatrice werd weer vervangen door een slijmbalpresentator. Die met zijn gladde praatjes elk meisje probeerde te versieren. En hij liep ook nog eens de gangsters in de weg. En de gangsters werden al maanden door twee agenten in de gaten gehouden. Voor een of andere grote undercover operatie. En dat ging allemaal goed, totdat wij erbij kwamen. Weet je wat, ik snap het zelf ook niet eens meer, man. Maar het begon allemaal zo. Zend in het nakijken, dus blijf lekker bij je vader in de keuken staan. Je bent geen gangster of rapper, je bent een leugenaar. Oké dan, je bent een amateur, niet haat op het G. Wie noem je leugenaar? Ik ben je vader niet. Ik heb het niet zwaar. Doe nou niet zo raar, je bent niet mijn niveau, vriend, de kleuterklas is daar. Kijk naar het publiek en kijk naar je gezicht. Als spring je voor de trein, er is niemand die je mist. Appo is de naam, ze noemen mij de killer. Je einde carrière, dus kus mijn middelvinger. 3 weken geleden was er een battle in de club. En in mijn leven was ik maar met één ding bezig en dat was rapper worden. Ik had helemaal geen money in mijn zak, G. En de hoofdprijs hier is gewoon 5 tientjes. 5 tientjes is wel gewoon een snelle money voor een leuke rap. Dus ik dacht, oké. Net voordat ik mijn shit wou gaan bossen. Hey, ben je Mahmoud? Hangt er vanaf? Voor vanavond. Easy money, ik wil 30%. Jij bent goed, hè, voor politie? Ik politie? Kijk, waar sta jij heen, meisje? Wat denk je nou? Ik ook door jou. Mahmoud zonder ballen. Dag. Ja, vette klus is natuurlijk wel 3 dagen minder hosselen. Oké, wacht. En nee, ik ben nog niet gestopt. Je redt nogal vierkant, dat is een robotkop. Is er nog iemand in deze zaal die durft op te nemen tegen deze man, tegen Appo? Dat is geen man, dat is een vrouw, man. Let's go. What the fuck is er met jou? Oh, shit. Bitch shit, jongen. Wat is er? Kom dan. Laat je horen voor de kid, Mahmoud. Luister. Ik zeg 1, 2, 3. Dit is wat de echte man doet. Ik hou niet van bitches, dus ik hou niet van Mahmoud. Hij is een sukkel, een flikkerige boy. Wie heeft er een bezem, wat hij rapt rotzooi. Oké. Luister. Homie, je doet stoer, maar je bent een bitch in je hart. Nep Turk, je gaat slapen met de vissen vannacht. Donder op, ik pis op je graf. Er is poep onder mijn schoen, hoertje, lik het eraf. Ronde 2, het valt allemaal niet mee om als een hetero te rappen tegen een motherfucking gay. Hij is een sukkel, een clown op de straat. Wat rap je over chickies? Iedereen weet je bent maag.
Je vader is een Turk, moeder is Nederlands. Je bent lelijk, ik ben wat de ladies love. Yeah, en nu zeg je dat je gangster bent. Maar je bent baby soft met je pamperaps, je flikker. Oh. En ik weet niet meer wat ik moet zeggen, maar je weet wat ik wil. Draai je kop om en kus mijn bil. Homboe, tanto hard. Je hebt iedereen gesmoked gewoon. Tuurlijk, ik ben de beste battle MC die ze hebben daar. Maar je weet, Homboe, ik heb dingen van je gehoord. Nou, ik kan wel wat dingen gebruiken vanavond. Dat weet ik. Maar Homboe, je weet, is 50-50, is 50-50. Je bent gek, man. Waar kom jij vandaan? Ik kom van Ameland, no? Ameland? Ameland. Ja, zo'n 15 is het laatst of ik donder nu op. Ga je het doen of niet? Kijk, hier krijgt die halve Turk ook een hosselklus. En ik ging ook op weg naar mijn easy money klusje. Wel goed oppassen dat ik niet weer ergens tegenaan loop in het donker. Want laatst botste ik ergens tegenaan en ik werd gewoon gepakt, man. Fuck! Hey, what the fuck doe jij hier, man? Heb ik je vanavond niet genoeg ingemaakt? Ingemaakt? Ik heb ja ingemaakt, man. Jongen, what the fuck doe je hier, man? Wat doe jij hier? Je bent een rat, hè? Ja, maar wat de fuck doe jij? Je volgt mij, hè? Zeg dan, wat de fuck doe je hier? Voor wie werk jij, jongen? Niet stotteren, huh? Wat doe je hier? Wat, voor wie werk je, vriend? Hoe bedoel je? Smerige rat ben jij, jongen. Wat ga je doen? Wat ga ik doen? En die shit is van mij, ben gek, jongen. Die shit is van mij, jongen. Die shit is van mij, jongen. Ik ga niet gek doen, die fuck. Van mij! Zei ik het niet? Alles ging goed totdat ik deze appel tegenkwam. Hey, what the fuck? Komen jullie cellen tekort ofzo? Of gaan we 3 maanden lang APK keuren? Nou, als ik daar toch mag kiezen, dan ga ik 3 maanden lang lekker kikjes keuren voor de Playboy. Whatever, man. Alsof je ooit een serieuze relatie hebt gehad. Vriend, ik heb duizenden serieuze relaties gehad. Al mijn exen die hebben spijt. Jij hebt nooit een serieuze relatie gehad. Ik krijg nog een hele hoop serieuze relaties in de douche van de gevangenis. Lekker speeddaten met de boys. Wat is dit? De meubelkerkhof. Gaan jullie ons martelen hier? Wat is de overeenkomst tussen Marokkanen en sperma? Ze komen met z'n allen, maar er werkt er maar één. Die is wel goed. Hey, vogel. Lekkere tip heb je me gegeven, jongen. Het is 50-50%. Turken doen alles half-half, toch? Ik heb ook nog een goede tip voor jou als ze deze fucking handboeien van me afhalen. Onze twee sukkels. Turk en halve Turk. Wat zeg je, Bounty? Bounty? Wie noem jij Bounty? Luister, als je mij een halve Turk noemt, noem ik jou ook een Bounty. En als je je beledigd voelt, noem ik je wel Mars of Snicker. Jongen, al noem je me Bounty, noem je me Mars. Alles beter dan opgepakt te worden als de twee domste criminelen die je kent. Dom en dommer. Kijk. Kijk dan, dat is gewoon deze halve Turk, man. Hij strooit die spullen gewoon in mijn handen. Dat is pure uitlokking van hem. Strooi ik het in je handen? Jij strooit het in mijn handen, jongen. De enige reden dat ik in die gang was, was omdat ik suikers zocht voor mijn... Oh, dus jij hebt nog nooit iets crimineels gedaan? Bounty, luister dan. Ga me niet vooroordelen op mijn huis. Ik zeg toch ook niet dat jij een bolletjeslikker bent? Dacht jij dat wij geen droom hadden om gangsters te worden? Eindelijk weg thuis van die klusjes en zo. Dan is dit jullie lucky day. Want ergens in de denktank van de commissaris zijn ze om het belachelijke idee gekomen om van jullie gangsters te maken. Huh? Wij? Wij? Echte gangsters. Belachelijk toch? Om jullie te infiltreren bij een groep gangsters? Come on, man. Kijk naar jullie. Jullie zijn de twee grootste sukkels die je kent, man. Met het niveau van groep 3. Hé, luister. Waarom ga jij zelf niet infiltreren? Hè? Afgestudeerde neger. Ga het dan lekker zelf doen. Choco Prince. Omdat het geen bende is van Choco Prince, maar een bende is van Turken. Daarom, dom en dummer. Hey. Ik wist het, man. Ik zei het je nog. Hij politie, zij bitch. Ik weet niet hoe jij je moeder noemt, maar noem mij geen bitch, ja? Mahmoud zonder ballen. Heb jij geen ballen? Nee, hij heeft geen ballen, nee. Hoe weet jij dat hij geen ballen heeft? Jongens, ik klets, maar ik heb ballen als ballonnen. Ik klets helemaal niet. Jullie krijgen een hele simpele keuze, oké? Okay? Of jullie gaan een half jaar de bak in, of je wordt gangster. Luister, jongens, als ik heel even mag. Wat was jouw naam ook weer? Die heb ik niet verteld. Ga maar zitten. Ik weet zeker, maar dan ook echt zeker, hè? Dat dat de allermooiste naam van de wereld is. Hebben ze alles uitgerucht of niet? Ja, dat heeft toch helemaal geen zin, man. Al die moeite. Oh. Kijk. Dit is Jabbar, de hoofd van de clan. Karan, zijn rechterhand. Bekker en Yilmaz, zijn adjudanten. Maar waarom zouden wij dit überhaupt doen? Jullie dromen toch van gangster te worden, of niet? Gangsters, ja. Geen rat-infiltranten. Weet je dat ik altijd al van een meisje zoals jou gedroomd heb? Ik denk dat ik weet hoe jij heet. Bambi? Nee, Fatma. Hey, ik heb je naam niet genoemd. Zie je wel, we zijn voor elkaar voorbestemd. Jij wordt mijn vrouw. Ik trouw met een crimineel. Crimineel? Dat is die gast. Is je vader. Dat wist je niet, hè? Die hufters, die persen hem ook af. Je liegt, man. Dat is mijn vader helemaal niet. Mijn vader zegt juist altijd tegen mij, als ik iets met gangster doe, vermoordt hij mij.
Jongen, dat zie je toch. Dit is gewoon geshopt, man. Dit is echt niet echt. Vraag dan eens aan jouw vader wat er met zijn shawarma-zaak is. Wat begin je nou ineens over mijn vader? Dat is je aankomende schoonvader. Mijn oom undercover vermoord. Hé, nu begrijp ik het. Wat? Jouw connectie met die gast van boven. Wil jij niet dat je vermoorde collega's gebroken worden of zo? Ja, maar ik ben niet zo wanhopig dat ik daarvoor twee losers wil gebruiken. Hé, hey, terug naar jullie cel, jullie. Nee. Nee? Nee! Jongen, jongen, die bounty wilde ons in de cel. Bambi wilde dat we haar vermoorde oom gingen breken. En daarom moesten we van haar aan onze vaders vragen of ze afgepest werden. Ja, doei. Weet je wat er gebeurt als je als politierad wordt opgepakt door die gang? Dan word je uitgenodigd op zo'n Turkse barbecue. Nou, zo gezellig is dat niet. Dus we zeiden tegen de politie dat we erover na gingen denken. Hé, hey, laten we afspreken dat als ik iets ontdek bij mijn vader, dat ik je gewoon sms. Ik geloof er helemaal niks van, jongen. Hé, hey, kijk eens. Jirim, Siri, Jirim, Jirim. Zijn ben ik bekommer je. Hé, dit is vast weer zo'n test om allochtonen te pesten. Ik ga zeker niet in de cel zitten, vriend. En geen idee waar die Bambi en die Bounty mee bezig zijn. Maar wat mij betreft ben ik gewoon vrij. Mij krijgen ze niet gek, hoor. Met je pa wordt afgepest door gangsters en shit. En wil je gangsters voor ons worden? No way. En af en toe zie ik ook niet even aan zijn pa vragen van... Hey pa, vertel mij eens even snel je privézaken. En oh ja, pa, word je toevallig afgepest? Afpersing? Ik weet al precies wat mijn pa zou zeggen. Afpersing, jongen? We zitten hier toch in Nederland? Hé, hey, kom op. Heeft die chocobouty nou gelijk? Of niet? Ja. Toen belde Appo. Ik moest snel komen. Hij had die gangsters gevonden. Ah, wil het maar. Waarom niet getter, maar wil het maar. Let goed op die mannen, let goed op die mannen. Luther, oh. Kom maar. Je hebt ze zin, hè. Waarom kerst er dus? Kom weg, daar staan op je klok. Amja, vertel deze man wat je mij net verteld hebt. Deze zaak hebben ze van zijn vader afgepakt. Dus de politie had gelijk. Deze mannen hebben mijn vader afgeperst. Voor mij ook, man. Hey, als je mijn vader afperst, dan kom je aan mij. Maar wat moesten we doen? Oké, die politiebambi wilde dus dat we de vermoorde oom gingen breken. Waarvoor wij gangsters moesten worden. Ik heb je nodig, man. Ik ben hier bij de telefoonwinkel. Mijn vriend Ahmed had me ineens dringend nodig. En er was nog iets die dag. Carlita. Hoe voelt het om ontslagen te worden als Drop Your Demo presentatrice? Hè? Ontslagen? Wegens je dronkenschap. Hoe voelt het om gedumpt te worden? Gedumpt? Hoezo? Door wie? Door je man. Ho, ho! Wat is die? Huh? Voor Agnieszka, voor de Poolse au pair. Wat? Zeg, wat bemoei je je mee, zeg? Ga lekker naar huis, ga lekker met je eigen man. Kom maar, ja. Ja. Opzouten, godverdomme. Julien! Weet je wat personeel gelopen neuken? Ah! Julien! Blijf gewoon bij je man, man. Wat ben je nou allemaal aan het doen, man? Je gaat toch niet voor een man vechten? En anders genoeg mannen op de wereld, man. Maar gek in je kop geworden, man. Alcoholist. Hij is mooi, hè? Heb je iets tegen me of zo? Nee, nee. In tegendeel komt het erbij. Ik heb helemaal niets tegen. Oh, jongen, jouw type haat mij gewoon. Meneer, ik haat Hollanders. Tuig oprotten, het land uit. Hoe kunnen Hollanders nou het land uit, man? Helemaal goed in je hoofd. Ik heb geen flauw idee, maar ik zou het zo graag willen. Maar ik moet aan het werk. Je bent helemaal gek geworden in de klas, man. Helemaal gek aan het worden. Ja, jij ook. Je bent gewoon troep, net als wat er hier in de fucking vuilniszak zit. Gewoon troep. Wacht, man. Goed, alles goed, jongen. Luister. Wat is er? Wat hoor je als een Turk van een gebouw afvalt? Kebab! Heb je me voor dit hier naartoe laten komen helemaal? Nee, luister. Er is iets nieuws. Drop Your Demo is een soort idols, maar dan voor rapwedstrijden. En als jij mij helpt, gaan we hem zeker winnen. Ik heb het nu moeilijk, man, Ahmed, man. Gaat echt niet lukken nu, man. Jongen. Sinds jouw ex, jongen, ben je helemaal veranderd, jongen. Het leven gaat door. Weet je wat? Als jij meedoet, dan ga ik jou gelukkig maken. En wel nu meteen, oké? Okay? Deal? Ahmed vertelde me hoe je een meisje moet versieren en hoe je er tegen moet praten. Want meisjes willen eerst heel goed praten. En in ruil hiervoor wilde hij ook nog dat ik hem ging helpen met zijn videoclip. En hij ging zelfs zo ver dat hij zijn eigen vriendin aan mij aanbood. Ik moet het gewoon uitmaken met je. Mijn moeder is er gewoon op tegen.
Het is nooit aangewezen. Ja, dat denk jij. Maar maak je niet druk wat jij wil. Maar ik laat je natuurlijk niet met lege handen achter, ja? Kijk, dit is Mahmoud. Hi. En hij gaat je iets belangrijks vertellen. Hey, wacht! Dus ik ging snel praten tegen haar. En het praten ging goed, joh. Mijn ex, hè, was echt een heks gewoon. Oké, misschien je ex, maar mannen zijn zo doorzichtig. Zullen het praten ging goed, joh. Ik praatte met haar over serieuze dingen zoals voetbal, auto's, jonkos klappen. Jij ja, toch? Make-up. Ik kan niet alleen slapen. Wat is dat dan? Sorry, ik moet gaan. Die modellen is het chillen in mijn crib. Dan kijken ze naar mijn eyes, ja, kijken ze hoe je blinkt. De chicks worden lauw, ja, wanneer ik voor een ziek ben, een gangster boy. Die van de straat naar de top geeft. En nu krijg je respect, kom die front op de boy, maar ik. Kijk hem, jongen, hij leeft onze droom, jongen. Dat hadden wij kunnen zijn, man. Kan het crossen met de dikke bak op. Maar ja, één ding is belangrijker dan je droom. En dat is je familie. We laten niet zomaar onze vaders afpersen, Mattie. Dus we sloten een deal met de popo. We werden gangsters. Met Hassan. Ja, zit die kip op stok. Die kip moet op stok. Nee, die kip moet uit de pot. Die kip moet op stok. Ja, die kalkoen moet het hok in. Zit die kip. Kip, ja. Hey, Bounty. Wat? What the fuck is dit, man? Waar is de zwembad? Waar zijn de bitches? Dit is een geconfiskeerde woning van een bende die Viagra kloont. Ja, en waarom moeten wij hier wonen dan? Jullie cover is dat jullie kleine Viagra-dealers zijn. Wij. Viagra. Never. Heren. Hier is jullie thee. Eindelijk. Wil je eindelijk beginnen? Begin maar. Het plan is dat jullie een bende infiltreren dankzij een tip die heel veel geld waard is. Die geven wij aan jullie. Het gaat om een zwarte Toto-rip. Als jullie zover komen, serieus, ik vreet al mijn haar. Helemaal geen slecht idee met die komkommerkop van je. Trouwens, wat zit er in deze thee, ober? Echt, man. Wat heb je hierin gedaan, man? Jeetje, man. Wat voor auto is dit, man? Denk je dat ik naar het WK toe ga of zo? Komt uit het gestolen wagenpark, ja. Ik hoop wel dat dat ding diesel is, hè? Hey, luister. Ik doe het alleen als ik met jou uit mag. No way. Het codewoord voor de spullenhal is Pino. Hey, luister. Anders doe ik het echt niet, hoor. Weet je wanneer ik heel misschien met je uitga? Als je mijn oom breekt. Ja, het is allemaal heel leuk, je oom en zo. Maar dit is some gangster shit. Ik wil guns. Jullie zijn echt sukkels, weet je dat? Heel leuk allemaal. Als jullie binnen 24 uur geen resultaat hebben opgeleverd, gaan jullie gelijk de bak in, oké? En waar gaan we heen? Waar gaan we heen, zegt hij? We gaan fucking guns halen, jongen. Ik laat me niet zomaar afslachten. Ik ken een illegale spot. Rijd door, man. Wat de dombo ben jij ook, jongen. Nu weet die Bounty het ook. En deze vakkie zit er zeker geheime camera. Net als toen met Peter R. de Vries en die Jora van de Slootmarkt keek. Ah, no, die is puus, brother. Koyabu mama, wat is het? Wat douche, je moet uitgaan met deze boy, niet met die Mariko. Kijk wat ik kan met mijn tong. Hey Bounty, gisteren was je moeder bij mij thuis. Ik heb haar laten trillen. Zo, ze ging zo, ze ging trillen zo. Hey Bounty, ik ga je schieten met die mes, schwa. Aina, je bent vies, brother. Kom guns kopen, guns. Bam, bam, bam. Ik heb geen guns. Opzouten. Je gaat liegen tegen mij. Hey, jongens, ga geen probleem, weg. Geen probleem. Wacht. Ik zoek het zelf. Kijk hier. Ik kus hem met Van Gogh erop. Wie de fuck gaat daar nou zitten met zijn kont, man? Dat is heel erg populair. Heel populair? En deze zeker ook. Met Rita Verdonk, Wilders. Wie gaat daar nou met zijn reet op zitten? Uitgeprocedeerde asielzoekers. Het is heel populair. Nou, wegwezen uit de winkel. Op als een lieg, man. Ik zweer het je. Ik denk dat ze onder die tv jongens, liggen. Alsjeblieft, ga nou weg. Ho, saf is stop. Oké. Okay. Hey, die guns zijn kakker, man. Ze willen niet eens draaien, man. Wat voor guns zijn nee, er? Nee, deze is hard. Deze gun is goed. Thank Hoe de fuck hou jij een gun vast, jongen? Dat zie je toch, jongen. Zwaar man is society, man. Jongen, wat de fuck richt je die shit op mij, jongen? Brad Pitt is 7, die haalt op zo vast. Hoe de fuck wil je zo iemand neerschieten, jongen? Heb jij überhaupt wel eens geschoten? Vaak, jongen. Jij? Zie je die oude Kate daar? Ik schiet dat hele raampje kapot. Is makkelijk, toch? Kinderen altijd prijs hier. Kom. Hé? Nog één? Zo schiet je. De poetsie schot je. Ik weet niet wat de fuck jij hebt geraakt, maar ze ziet er niet goed uit, jongen. Wat verdomme! Wie de fuck is dat, man? Snotnosen!
Hey! Fucking hell. Ja, fuck man, ik kan hier niet praten. Ik bel je later. De fuck moet ze? Of we uitgespeeld waren en aan de slag gaan. En die kunst moet er weg, want dat merkt die clan meteen. Fuck! Dat is die auto van die motte, ja! Duitsers met een pistool en vrouwen. Altijd spelbrekers. Wij waren nog niet uitgespeeld. Terug naar onze Viagra-villa. Guns goed verstoppen. Mooi boy doet zijn ding. En onze villa goed afsluiten. En dat heb je hier een bitch van laat, man. Hé, vrouw, we zeggen al niks meer. Onze mond is dicht. Helemaal dicht. Ipne. Hey, ik verstond dat, hè. Hey, waar gaat het heen als die Hollanders ons ook nog eens kunnen verstaan in onze eigen taal? Ze integreren nu in ons, toch? Ze is fucking eng, jongen. Hé, luister, hè. Zorg gewoon dat ik zo meteen het woord heb. Ik ben eenmaal een goede prater. Jij moet gewoon je mond houden, ja? Jongen, overal waar jij je mond op doet, groeit er niks meer, man. Loop, lang. Zo heren, ik weet niet of ik echt gelegen kom. Maar ik denk dat ik iets heb om jullie dag op te vrolijken. Hoe weet jij dat we geen vrolijke dag hebben, Pipo? Nou, dat weet ik niet zeker. Maar iedereen wordt blij van een gouden tip. Je moet wat minder met gebaren praten, vriend. Hand omlaag, man. Hoezo? Hij kan dat toch tegen mij zeggen? Ik sta hier, ik ben geen geest of zo. Doe wat je gezegd wordt, joh. Karanabu Kusrabak, maar hij houdt nogal van met zijn handen praten hier zo. Oh, nou ga jij in ene voor mij praten. Ben je een papagaai? Stop gewoon met die lichaamstaal van je, man. Welke lichaamstaal? In ieder geval, Karanabu, sorry. Wij zijn hier omdat we een gouden tip hebben. En wij denken dat jij dat heel interessant gaat vinden. Daarom zijn we hier gekomen. Oh, nou ga je in ene als een homo praten of zo. Ik heb een pak voor het geld. Zit erin dan! Respectloze handen! Kom terug als je respect hebt. Doe normaal, man. Ik ga niet mijn kist in voor jou. Dat hoeft toch ook niet? Maar we kunnen toch niet als een poesie tegen doe ze praten? Doe niet als echt de gangster met die handen hier en daar. Wat is ik er met praat jou? Praat eenmaal met mijn doe handen. Doe gewoon rustig. Weet je wat? Ik hou mijn handen onder de tafel, maar we gaan nu praten. Heer, het zit zo. Wij willen graag zaken met jullie doen. Ik weet iets waarop we met z'n allen wat rijker kunnen worden. Maar het enige wat wij willen is bij jullie clan horen. We hebben gewoon duidelijk wat backup nodig. We doen geen zaken met dames. Hoe bedoel je dames, opa? Waarom komen jullie naar mij? Ik weet de tip over de zwarte toto. En het mooie is... Ga naar huis. Wat bedoel je, ga naar huis? Je kan me niet wegsturen, ik ben geen homo. Nee, is goed, Karana, is goed. Nee, niet is goed, Karana. Nee, loop door, nee, laat. Ik ga niet zo... Loop door, man, loop, jongen. Wat heb ik aan jou, man, poesie? Je verpest alles, jongen. Volg gewoon instructies, man. Kut, la, 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 la. Als jij nou niet zo bij de hand doet... Jongen, die fucking deur is open, man. Hé, hey, de guns zijn weg, man. Goeie nieuws is, je broertje ligt hier wel. Fuck, weten ze nu dat we ratten zijn? Hou vast, ik word gebeld. Hey. Ahmed. Waar blijf je, man? Iedereen staat klaar, kom snel, man. Ik wil beginnen, man. Ahmed heeft het idiote idee om een Hollandse rapclip te maken. Maar hij is geen rapper, want hij kan geen maat houden en hij komt niet eens uit Holland. Ik ben rapper en ik ben Ahmed van Holland. En is de beste single producer van Holland. Mitch, give it up for Mitch, allemaal. Dan roep ik nu naar voren. De Turkse Miss Holland en mijn Hollandse nichtjes. Kom maar naar voren, schatjes en dansen, dames. Mijn naam is Ahmed en ik ben een echte hozelaar. Boekoe op de bank, want ik heb mijn tonnen klaar. Ik doe de werk, vrouw, naar elke vrouw. Hé, hey, zeg nou eerlijk. Dit is toch de kakkaste, wekste, slechtste clip die jij ooit hebt gezien? Hey, fuck you, man. Een echte clip moet opvallen, man. Het moet altijd opvallend te mooi zijn. Ja. Of ik hem even wilde helpen met zijn kakka-videoclip. Luister dan, ik zou jou helpen als jij mij gelukkig zou maken, vriend. Dan moet je precies luisteren naar wat ik tegen je zeg, ja? Ja, is oké, goed. Pak je telefoon en bel Serpil op. Wie is dit? Hé, hey, Serpil, mijn mama moet. Alles goed? Ja. Wat moet ik zeggen? Je moet zeggen, nu ik jou spreek, gaat het stukken beter. Je hebt de zon, de maan, de sterren ja, in de hemel. Ja, met mij gaat het goed, schatje. Maar ja, nu ik jou spreek, gaat het natuurlijk veel beter. Jij bent de zon, de maan, de sterren. Ben jij dronken of zo? Ik zie je dikken en genieten van celebrities. En je lichaam is zo zacht als een... Ik zie... Hoe de fuck weet ik hoe haar lichaam voelt? Dat weet jij niet, maar dat weet ik, jongen. Ik ben expert, ik heb het toch altijd smacks. Schatje, ik zie je dieken en genieten van celebrities. Je lichaam is zo zacht als... Mijn lichaam is wat? Je lichaam is zo zacht als een zijden kussen. Staat Ahmed toevallig naast jou? Hey, hoe kom je daar nou bij, man? Schatje, sorry, ik ga eerlijk met je zijn, weet je? Ik wil je gewoon zien. En iets afgeven. En ik wil iets afgeven aan je. Ik weet wat ik wil en voel me lekker in mijn vel. Met geen man nodig die zegt, doe wat ik je vertel. Even iets afgeven.
schreeuwapparaat of zo. Wil je vechten of zo? Hé, hey, wat is er met Miss Badrari hier? Heeft ze iets tegen baard of zo? Wat is er? Wat kom je afgeven? Heeft Ahmed dit bedacht? Hé, hey, wat is er met jou, man? Geef ik je geen cadeau, vind je het niet goed. Geef ik je wel een cadeau, vind je het ook niet goed. What the fuck willen jullie vrouwen nou voor cadeau? Een verlovingsring misschien? Sneakers, vakantie. Een jacht. Een huis. Een cabrio. What the fuck doe jij? Ga je weg, man. Doe fucking normaal, appel, man. Hé, hey, doe eens even normaal. Waar bemoei jij mee? Wil je vechten? Ja, kom maar op. Hé, hey, dit is mijn nichtje. Serieus? Zij is jouw nichtje? Nee, mijn moeder. Homie, we worden familie, man. Waar komt hij nou weer vandaan? Ik dacht dat we vanmiddag netjes waren weggestuurd. Ga naar huis. Hoe bedoel je, ga naar huis? Je kan me niet wegsturen, ik ben geen homo. Maar nou moesten we die opa en zijn oude Mercedes volgen. Naar het koffiehuis. Hé, hey, luister, het zit me echt dwars, maar ik wil echt niet dat jij met mijn nichtje gaat. En wat wil jij dan? Haar in een kooi opsluiten zeker? Jongen, luister dan. Ik wil gewoon niet dat mijn nichtje met de gangster gaat. Je bent echt raar, appel, man. Ik zweer het je, man. Zal ik anders jouw nichtje vertellen dat je gangster bent? Hé, hey, luister, als je dat zegt, ik hak je kop. Wie is dat? Penis Murat. Penis Murat? Hoezo omdat hij zo'n grote slurf heeft? Moet je aan hem zelf vragen. Jullie hadden een tip over een zwarte totorip. Nou, ik zou zeggen, laat maar zitten, want ik denk niet dat we nu helemaal gelegen zijn. Dat bepaal ik, jongen. Nou, inderdaad. Ik heb een geweldige zwarte totorip. Wat is er met die handen, man? Maar wel op één voorwaarde. Wij willen nu bij jullie clan aansluiten. Geloof niet dat jij in de positie bent, jongen, om voorwaarden te stellen. Begrepen? Nee, dat begrijp ik niet. Dan noem je het toch een besluit? Eén ding begrijp ik wel, en dat is dat wij nu een ja nodig hebben. Je hebt een ja nodig. Dat zegt hij toch? Oké. Okay. Restaurant Charlie aan 8:00. Jongens, dat is het restaurant van mijn vader, man. Karana, wie moet je laten? Ik weet het waar. Als jij mij nog één keer aanraakt. Appel, laten we gaan, jongen! Karana, één vraag. Het was geen vraag! Appel, let's go, man! Wat dan, Ellen? Abel, nog twee. Ellen, gooi dit. Abel, nog twee, ja! Abel, nog twee, ja! Ja, ja, wat is er om jou, Pelle? Fatma! Fatma! Hé, hey, ik weet dat je me hoort, op Fatma! Idioot, dadelijk hebben we een lek hier. Lek is er een lek dan? Mijn oom is een van de beste undercover agenten, ja? Die kan alleen verraden zijn door een lek. Ja. Pak hem. Rustig. Luister dat fucking bounty. We hebben voor vanavond om 8:00 hebben wij die tip nodig van die zwarte toto. Vanavond is te kort tijd. Jongen, lul niet zo, man. We gaan nergens heen zonder die tip. Nee, het is te kort dag. Ik kan toch niks regelen nu? Wat moeten we nu doen, hè? Dan ga je de bak maar in. Of je bluf je er maar uit. Fuck you, chefkok. Fucking bounty ass. Fuck you too. En nu? We moeten ons gewoon eruit lullen. Ja, hoe dan? Weet ik veel, verzin jij een keer wat? Appel, wij zijn dood, jongen. Zoen me. Oh, niet denken dat het echt is. Het is gewoon een tip. Heren, smaakt het? Wie kookt hier? Ja, mijn vader. Direct ontslaan. Wil je zeggen dat de kuru fasolia van mijn vader niet te eten is? Kuru fasolia. Kuru fasolia. Dat was een goeie. Ik heb Allah de serieus jaapste. Nee, de lana. Ik ben blij dat we het zo grappig hebben met elkaar, heren. Maar ik heb hier wel de tip. Nu konden we niet meer terug. Nu zaten Appo en ik in die Turkse clan van Jabbar en Karan. De politie is op zoek naar een voortvluchtige... Nou, goedemorgen iedereen. Het signalement is een lege groene jas, donkere broek, ongeveer 1,80 meter. En het uiterlijk is Noord-Afrikaans. Onze Allah Tammoor Academy.
allemaal wanhopige, man. Illegale en zo. Wachten elke dag hier op klus. Kaarten, thee drinken, ouwe hoeren wat ze kunnen allemaal. Kijk, kijk, kijk. Je hebt al verdeelde klussen. Maar alleen niet lang meer, man. Hij wordt oud. En Karan dan? Wat is er met hem? Waarom neemt hij nu niet gelijk zijn plek over? Ben je gek? Dan moet hij hem eerst vermoorden. Dan is hij binnen een uur dood, man. Dat kan niet, man. Eerde code. Dus dan moet hij wachten tot dat Jabba zelf dood is. Ja. Of hij moet een slimme truc verzinnen. Volgens mij is hij daar al mee bezig. Hier nemen. Toch wel spannend, hè? Onze eerste klus. Ja. Twee ayran, twee kebab, twee kuften bij Kevin Kutselaar. 12 pakken toiletpapier. Wat is dit, man? Hé, maar zijn we nou gangsters of zijn we baby's? Doe ook maar 12 pakken luiers, baby's. Wat een fucking dump is het hier, zeg. Ongelooflijk, kan wel janken. Wat is dat dan? Wat doen die fucking Marokkaantjes hier? Waar is mijn dubbel dikke frappuccino? Waar is mijn ciabatta met salm? Waar ligt dat ergens? Waar heb je dat? Dat hebben ze hier niet. Kijk, ik heb nu dit gehaald. Wat? Dat is een specialiteit hier uit de buurt. Wat is het voor rommel? Een broodje shawarma is dat. Shawarma? Gadverdamme. Weet je wat erin zit, man? Die troep is geramde rat. En die saus, het zit allemaal afgetrokken sperma. Arrogante flikker, zeg. Gadverdamme, weg met die shit. Doe je daar. Hallo. Hey, schatje, kom chillen met een Noord-Zuid-Zwerke boy. Yeah. Hey, zullen chillen met een Noord-Zuid-Zwerke boy. Hey sukkel, wakker worden. Appel, ik droom net over je nichtje, man. Wat doe je zo, jongen? Word wakker, Lan, kom. Ah, lag ik lekker te slapen, jongen. Kon ik zeker weer poep gaan scheppen. Maar we begonnen ons net zo wanhopig te voelen als al die andere Turken in het koffiehuis. Wat wilde Jabbar en Karan nou van ons? Hey, is er al nieuws over onze tip? Bevalt je niet? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen... Jongen, hou gewoon je bek dicht. Bevalt je hier niet? Ja, dat zeg ik toch niet? Ik zeg... Wat bevalt je niet? De bediening? Bevalt die niet? Nou, dan weet ik wel iets voor jullie, dames. Kijk wat je doet, man. Ik weet wat ik wil en voel me lekker in mijn vel. Met geen man nodig die zegt, doe wat ik je vertel. Met mijn eigen bak en eigen dak, ik heb niets nodig van jou. Je kijkt me wel vies, maar wat je ziet is een echte vrouw. Een echte vrouw.
Je hebt een fucking groentje van me gemaakt. Jongen, dit is allemaal jouw schuld, man. Kijk me, jongen. Mijn schuld? Je lijkt op J-Lo met de baard. Kijk hoe je eruit ziet. Hoeveel gangsters ken je met een jurk, man? Jij ziet eruit als de echte bitch die je bent, jongen. Check eens hoe we shine, gangster, gangster boys. En dit is hoe we shine, girl. Hoor zo hard in de nacht tot het ochtend is. Op de plaat elke dag en ik roel die shit. Hey, genoeg is genoeg. Een Turk in een jurk? Echt niet. Infiltreren bij die gangsters lukt ons nooit, man. Dan maar liever de bak in. Totdat Karan belde. Het is ongelooflijk. Ik zie jullie kijken, maar het is echt ongelooflijk. Die kook is niet echt. Die is gewoon niet echt. Die is gewoon verplaatst naar Ibiza. Mijn zwager is niet echt mijn zwager. Die heeft dus een vakantiepark op 12 files in Ibiza. Die kook is niet echt. Geloof me, geloof me. Je denkt dat ik een flikker ben, hè? Denk je dat ik een flikker ben? Ik ben geen flikker. Jullie zijn flikkers. Of niet, jullie zijn flikkers. Jullie zijn nooit flikkers. Hoe snuif jij? Hè? Hoe snuif jij? Door mijn neus? Door je neus. Ja, nee, ik snuif door mijn oor. Denk je dat ik door mijn oor snuif? Hé, hey, jongens, ik ben een hele rare, maar ik snuif... Deze Osman is mij nog 45.000 schuldig. Ga dat ophalen bij hem nu. En als hij niet luistert, dan snij je zijn oor eraf. Want dat oor heeft hij toch niet nodig als hij niet luistert. Ja? Dus hij komt terug met geld of zijn oor. Yalla. Nou, luister nou. Dit is een nummer van een vrouw. Die heeft een klusje, ja? Waarvoor ze wil betalen. Dus geloof er niks van. Die geld, snel. Wat is dit nou? Auw, mijn schouder. Maar, geld. Ik pak het gewoon zelf. Maak me die uit. Luister, ik probeer het gewoon zelf. Ik pak gewoon zelf een mes. Met wat voor mensen doen jullie dat normaal? Luister, niemand snijdt die fucking oren eraf. Ik smeek het je. Wil je het alsjeblieft doen? Mijn familie gaat eraan. Hoor je het niet of zij zegt toch nee? Hoe bedoel je nee? We kunnen toch niet naar Karan? We hebben geen geld en we hebben geen oor. Maak je niet druk, jongen. We vinden wel een oor ergens. Tuurlijk, we gaan op straat. Hé, meneer, mag ik even je fucking oor eraf snijden? Dag, jongens, ik heb het! Doven, die hebben geen oren nodig. Wat? Dombo. Nou, ik smeek het je alsjeblieft, snij mijn oor eraf. Ik smeek het je, want mijn familie gaat eraan. Ik smeek het je! Als jij je bek niet houdt, snij ik die lippen van je eraf, ja? Ik pak het best gewoon. What the fuck ben jij aan het doen? Ik ga Roberto bellen. Jongen, hij zei niet bellen, man. Want je gaat alles te beste, man. Sukkels. Hé, waarom bel je me, man? Nu weet Osman gelijk dat jullie undercover zijn. Die man kan toch gewoon een spion zijn? Shit, Yilmaz. Hé, wat doet die gast nou weer? Hij loopt ons overal te checken. Hé, wat doe je nou, man? Vlug, sla me neer. Wat dan, man? Sla me, voordat die Yilmaz iets doorheeft. Jongen, doe het, man. Weet je wat mij doet? Hé, wat is dat, man? Tom. Wie dacht. Wie is dat? Ik weet niet, Abi. Is een of andere Afrikaanse junkvriend van hem. Hij ging allemaal janken toen ik zijn oor eraf ging snijden. Ik moest hem wel slaan. Fucking homo. Hoi. Kan ik jullie vertrouwen? Mij kan je 1000% vertrouwen. Ik heb maar 100% nodig. 100% hè? Jullie weten wat het teken is voor leugen en verraad? Lieg nooit tegen mij. Als ik tegen je lieg, mag je mijn hand eraf hakken. Sowieso, die hand mag gelijk af. Er staat iets belangrijks te gebeuren. Iets groots waar jullie deel van gaan uitmaken. Jij weet het, wij drieën en God verder niemand. €200.000. Wat? Jullie moeten het even bewaren. Kan ik jullie vertrouwen? €200.000. Gefeliciteerd. Met jullie eerste stap naar gangsterdom. €2 ton. Is dat vertrouwen of is dat vertrouwen? We zijn binnen, mijn. Wij zijn de gangsterboys. Dus een showtje om het te vieren. Isaboe! Welke van de dames, by the way, zijn nog vrij gezellig hier vanavond? Laat je even horen, dames. Ja, toch? Want ik heb 2 mooie boys voor je. Het zijn die nieuwe boys. Dus ik wil dat je ze liefde geeft alsof je ze al jaren kent. Laat het horen voor Apo en Mammoet. Come on! Hey,
Gooi arts in de lucht, money baby. Money baby. Allemaal praten met die mensen. Ik maak je boos, ey. Ik maak je boos, ey. Ik maak je boos, ey. Check. Ik maak je boos, ik maak je mad, ik maak je gek. Ik zeg je haal uit je boykie als ik shine als een gek. Geen stress, echt lab, grap en jij durft niks. Jij wil shine en het is mij met je smurf en shit. Je doet de illest, de hardest, je weet ik zei you got it. Dus ik verliet de ghetto voor een goed netto salaris. Hier ben ik, daar blijf ik. Natuur een mooi boy, maar de boy is weer zo ijdel. Yeah. Kick it, fuck the boy. Ik ben een gangster bitch, beter blijf jij uit mijn buurt. Ik laat kogels regenen, waar is je paraplu, ha? Huh? Ik maak een ton in een half uur. En ik blijf op mijn money, daarom kijken die mannen zuur. Tijd voor mijn overname. Yeah, ik blijf niet aan de bodem papen. Ik ben hoofdpijn, fuck broke zijn. Geen cola als ik zeg ik heb coke, man. En gooi je handen in de lucht, baby. Je kan niet fronten op de mannen in de club, baby. Hey, yeah, we zijn de gangster boys. Dan laat je horen voor de gangster boys. Je weet het, fuck de popo. Doekoe pakken en wegwezen zo. Jullie zijn echt top samen, Mammoet. Hey, dankjewel, man. Dank je. Hey, wie ben jij dan? Stel je me niet eens voor, Mammoet. What the fuck? Hey, ben jij nog te versieren vanavond, schatje? Ik ben casting director. Dan is dit mijn geluksdag. Wat zoekt u? Een homoturk. Wat toevallig. Hallootje, pootje. Wist jij dat het poedeltje van mijn poefie op mijn poesje is gesprongen? Echt verschrikkelijk. Wat doe je nou? Je plint of zo. De auditie, man. Als een homoturk. Wat, denk je dat ik geen leuke hoofdrol in een Nederlandse film wil of zo? Ja, zo gaat het niet lukken, hoor. Maar toevallig gaan al die rollen wel naar Anthony Kamerling in plaats van naar Anthony Goemus. En de Nederlandse filmpubliek gaat eerder naar films met Wendy van Dijk, Alles is Liefde. In plaats van Alles is Halal met Wendy Shawarma. Weet je wat er op jouw graf komt te staan? Nou? Hier ligt Kurkun, de homo-Turk. We nemen een Marokkaan. Marokkaan? Hé, ik ben een Marokkaan. Gespecialiseerd in Turken. Serieus, ik ben een Marokkaanse homo-Turk. Ik doe echt alles. Ai, Fatma, luister dan. Jij bent zo sweet. En ik weet dat je het ziet, Appo is verliefd. Dit is niet meer vatbaar. Een echte gangster die verliefd is op Fatma. Eerlijk zeggen, heb je al wat gedaan met Zetil? Nee, man. Wat, wil je er een jaarplan van maken of zo? Jongen, die nette Turkse meisjes die gaan niet zomaar mee naar huis. Ah joh, dat denk jij, ze doen alles. Nee jongen, deze krijg je echt niet zomaar mee hoor. Je ziet me elke dag, je kijkt naar mijn lach. En ik kijk naar je kont, sta met een open mond. Dan moet je het enige doen wat vrouwen echt willen. Wat is dat dan? Zeker chocola krijgen of mijn portemonnee om te gaan shoppen? Nee, ja, idioot. Het enige wat de vrouw echt wil is gelijk hebben. Je moet er gewoon overal gelijk in geven. Maar lul niet, man. Wat bedoel je nou? Weet je wat je dan doet? Dan verzin je gewoon de beste versiertruc. La! Nou. 1. Je balt je vuist. 2. Kijk waar je neus is. En 3. Je slaapt met je vuist keihard op je neus. Bam! Werkt altijd. Die Roberto wil me nakken. Maar die bounty in een politiepak zal me never nooit pakken. Motherfucker, hij is gewoon een clown. En niemand op de straat is met die bounty down. Hé, hey, vergeet Fatma. En ga nou maar snel naar je vriendje. Want jullie moeten morgen Jabba checken. En er staat iets te gebeuren. Ja? Hé, hey, ik denk dat ik vanavond even Fatma ga bellen, man. Ik zag gewoon dat meisje is gewoon helemaal gek op mij, man. Jij droom, man. Jij zit te dromen. Yo, hé, hey, what the fuck, hé! Hey. Wat gebeurt er, man? Waar de fuck zijn? Shit, geld weg. Karan zei nog zo. Kan ik jullie vertrouwen? Of is het Karan zelf die het geld heeft teruggestolen om ons in zijn macht te krijgen? Wat nu? Als we ergens niet naartoe wilden, is het wel die koffiehuis. Maar ja, we moesten wel om te checken wat Jabba van plan was. Ik zocht een pot, man. Welke pot, man? Een fucking theepot. Je weet toch dat die deur niet open gaat? Huh? Smerige rat. Wat zit je daar te kijken, man? Vertel dan. Kom op, man. Vertrouwen jullie mij niet? Ik heb jullie een fucking gouden tip gegeven, man. Pak een theepot. Daarna wil ik dat je iets voor mij doet. Ja? Wat dan? Ik moet een pakje ophalen. Hé, hey, schat, je moet me echt even helpen, hoor. Kom even. Schatje, dankjewel. Je hebt echt mijn leven gered, hè? Hoe kan ik je ooit bedanken?
Ja, verzorg maar die bloedneus, dan gaan we meteen weer weg. Broertje, hoe gaat het tot nu toe? Je bent zo anders dan die Ahmed. Hij heeft geen eens borsthaar. Wat een borsthaar? Ik heb wel borsthaar. En hij ruikt heel raar. Zeg maar dat ze zelf stinkt, man. Oh, fuck. Wat? Ze doet alleen maar zoetjes in de thee, man. Dat is geen zoetje, man. Dat is Viagra nu. Oké, hoe nu verder? Stemmingsmuziekje, weet je wat? Ga jij daar daarheen, bouw een sfeertje en ik zorg voor de rest. Pas op, schatje. Dat ding is onbetaalbaar. Sorry hoor, het is maar een poster van een film. Nee. Het is het meest kostbare ding wat ik heb, baby. Kostbaarder dan mij. Wat doe je? Eén kusje kan toch geen kwaad? Eén kusje? Je krijgt me toch helemaal? Dank je wel, Ahmed. Ahmed? Wat Ahmed? Ik zei dankjewel Allah dat ik je eindelijk krijg. Op onze huwelijksdag. Ik wil dat iets heel bijzonders voelt. En nu dan, schatje? Ik ben een man met behoeftes. Oh, en daarom moet ik gelijk als lustobject dienen voor jouw behoeftes? Ga naar mijn kamer, Kom jongen, we moeten weg, man. We hebben een opdracht. Lees die sms'jes een keer. Wacht even hier, ja? Ik ga nog even flossen, wacht. Wat doet Ahmed hier? Ik ben er niet. Wat doe je hier? Ik kom uit de kast. Schatje, ik vertel het je morgen alles. Nee, ik wil het nu horen. En waag het niet tegen me te liegen. Ik lieg nooit tegen je, schatje. Ik beloof het je. Morgen vroeg vertel ik alles. Ik moet nu gaan. Appel, weet je wat echt belangrijk is, jongen? Goed flossen, jongen. Dat is echt zo belangrijk. Moet je af en toe proberen, jongen. Weet je wat je ook moet proberen? Douchen, jongen, douchen. Jongen, ik douche al één keer per week. Zelfs als het niet nodig is. Wat is er zo belangrijk? Wat zo belangrijk was, is dat we helemaal in de haven een of andere pakketje moesten ophalen voor Karan. Precies om 4:00. Kijk hier, we zijn te vroeg. Laten we gewoon een clip opnemen. Negative heeft in zo'n omgeving een gruwelijke clip opgenomen. Jongen, toen Nega zijn clip opnam, had hij zijn hele filmploeg bij, man. Jongen, fuck dat, man. Aan mijn handycam heb ik alles. Ik neem een opvallende clip op, stuur het naar Drop Your Demo en we winnen die shit. Voor wie maken die video, jongen? Voor Al Jazeera of zo? Ja, begrijp dat niet, lang. We moeten origineel komen en eigen stijl hebben. Eigen stijl? Wat voor stijl is dit? Stijl zelfmoordterrorist en shit. Jongen, begrijp het nou. Dit is een gimmick. Madonna is een gimmick. Als zij in de onderbroek rondloopt, loopt iedereen in zijn onderbroek. Oké, luister Madonna. Ik denk echt niet dat kinderen van 6 met zo'n doek op hun gezicht gaan lopen in groep 3, jongen. Geloof mij nou maar, jongen. Dit wordt een knaller. What the fuck doe je nou, man? Wat doe ik? Je staat erbij als een komkommer. Ik sta erbij als een komkommer. Kijk een beetje link. Hoe moet ik link kijken met een fucking doek op mijn gezicht, jongen? Zwaai dan met je handen, doe iets met de gun. Welke gun? Een vingergun. We zijn de laatste allochtonen. Allochtonen. We zijn hier niet voor niets komen wonen. Komen wonen. Luister, we willen niet meer behandeld worden als terroristen. Als fucking terroristen. En dat geouwe hoer van niet meer binnenkomen. Discotheek moet afgelopen zijn. Afgelopen, vriend. Ja, en anders komen de lijpe maatregelen, ja? Jullie moeten aan onze eisen voldoen. Eisen, motherfucker. Hey, wat zijn onze eisen dan? Hey, what the fuck is dat daar, man? Jongen, maak nou niet open, man. Denk aan Recep, jongen. Dadelijk is het een bom, man. Een bom? Waarom? Waarom zou Karan ons nu uit de weg willen ruimen? Weet ik veel. Misschien om ons de schuld te geven voor iets waar hij zelf niet de schuld voor wil krijgen, man. En waar kijk jij nou? CSI in Istanbul of zo? Nou, wat? Openmaken of niet? Wow. What the fuck? Nou wat, gaan we deze wandelende pakketje in onze buggy zetten of niet? Jongen, we moesten toch tot precies 4:00 wachten of niet? Ja, fuck that, man. Hoe de fuck gaat hij erin passen? Ja, fuck it, dan gaat hij toch gewoon achterin? Ja, nu die auto wegwerken. Je moet echt veel meer brood eten, man. Jongen, jongen, als de big boss wordt dat jij niet eens de auto kan wegwerken, jongen. Ik? De eikels zijn wij, man. Dachten we dat het de bom was en shit. Ik? Dat dacht jij, vriend. Appel, ga nou niet liegen, man. Jij dacht ook dat de... Haha! Yeah! Yeah! Your boy is in here! Nigga!
zitten weer lekker op zijn plek. De ballon op zijn rug, zo dope en is echt bitch. Door wie worden die rappertjes gesmekt? Laat ze rennen naar zijn bitch en doet altijd wat hij zegt, bitch. Nekka, nekka. Want alles wat hij doet, dat is oh zo lekker. Nekka, nekka. Want alles wat hij doet, kijk dat is nou. Oh zo lekker. Jongen, dit is dezelfde locatie als de clip, man, mijn goal. Hoe kon ik dat nou weten, jongen? Jij had niks gestolen, hè? Oh, hadden we toch iets gestolen. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Zo, nou, eigen volk eerst, hè? Daar komt hij. Ben je er klaar voor? Hè? Daar gaan we. Hollanders, vlak uit! Moet ik in jouw winkel komen even een paar dingen kapot maken? Nee, dat is niet... Ja, hey, smekken we deze mof, fuck nee, jongens, rustig. Hey, loop door, man. Wat doen we met hem? Ik heb een Die bom was natuurlijk bedoeld voor ons. En het wandelende pakketje. En nu wilden we echt niets meer te maken hebben met die gangsters. Maar Bambi en die Choco Bounty zeiden dat we juist nu terug moesten gaan. Want dat verwachten die gangsters nooit. Onze big hustler uit Afrika die de markt en het terrein van de big boss wil overnemen. Mooi niet dus. Wat is je geloof? Is het geloof? Zo'n geloof, ja. Wil je gangster worden? Kom je bij een baas die een wit voetje bij God in de hemel wil halen? Dat brengt ons nog eens aan de rand van de afgrond met zijn geweten. Als je vermoord wordt, krijg je daarop van Jabbar altijd een laatste gebed. Maar voor dat laatste gebed moet Karan weer de juiste geestelijke zien te vinden. Jezus. Die ook. Jezus Christus. Die voor ons zijn hemel is gevaarlijk. Meneer. Nederland. Spirito Santo. Die Spirito Santo's gedeelte. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige. Hij zegt dat hij uit Gabon komt. Mm. Zijn geloof is Biviti Iboga. Odenela. Mooi mazzel voor die kale, want nu moet er een voodoo-dokter uit Afrika komen. Gelukkig is dat niet ons probleem. Het geld dat ik jullie toevertrouwde, is het nog safe? Ja. Echt? Ja, echt wel, 100%. Moet ik het anders even gaan halen voor je? Ja. Jalla. Komt toch allemaal door jou, jongen, met je karanabi. We hebben het geld nog wel, hoor. We gaan het wel even halen, sukkel. Jongen, laten we het geld gewoon vragen aan die Bounty en die Bambi van jou. Dan komt het allemaal goed, hè, mooi bordje. Nee, jongen, die gaan zeggen, nee, losers, jullie gaan de bak in. Daar hebben we toch ook niks aan, gebakken buffelkop. Whatever, man, weet jij iets beter dan Einstein? Appel wist inderdaad iets, maar dat was een flink stuk rijden. En we konden niet te lang wegblijven. Maar ja, we moesten wel 2 ton bij elkaar zien te vinden. Vroeger stal ik auto's en ik verkocht ze door aan deze mafkees. Maar de laatste paar keer heeft hij me nooit meer betaald. Willy! Hey, komt vandaag niet zo goed uit. Doe die geweer omlaag, Willy man, kom op man. Hey. Laat het geld, kom. Hey, dit schoot niet op. Maar hoe kwamen al die 2 ton dan? De vaders? Maar voordat we het hen konden vragen, wat ben je aan het doen? Belde Karan. Ja, hallo. Gelukkig begon hij niet over het geld. Maar dat er een of andere grote afzetting werd geplaatst tegenover het koffiehuis. Met al die Turken daar. Maar ja, dat was het probleem. Want dat was weer vlak boven die Afrikaan. Hey! In de kelder. Net als in de klas is.
die Afrikanen in de klas. Ja, stuur die klootzakken weg. Hoe gaan we die lui weg? Nu, meteen. Jeroen! 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 Dank je wel. Hey, jullie zitten hier verkeerd, man. Het is die al daar zo, man. Oplot hier. Weg hier, man. Hey, jullie zijn vast de rappertjes, hè? Hey, yo, Maxis. Hoe? Heb ik al gezegd dat ik helemaal wous van rap ben? Je kunt zeggen wat je wil, maar de olifant die heeft de allerdikste billen van het hele land. Is hij zwaggen of is hij zwaggen? Ho, yo, matties. Hé, hey, luister, dit is onze hal. Trouwens, deze hal is besmet. Besmet? Besmet waarmee? Ja, besmet met varkensgriep. Terug naar Wassenaar, jongen. Ik ben natuurlijk ook gewoon maar een of andere grote Jan, weet je wel, lulpresentator, dat weet ik nou. Vraag het even aan die twee gasten daar, dan ga ik even mijn nieuwe assistentje eventjes vol joggen. Hè? Joggeren? Met de puddingbuis. Trace. Hallo. Bijna goed. Fuck. Die twee heren willen jullie wat vragen. Heren, wat een toeval dat we jullie hier tegenkomen. Wij zijn op zoek naar een baantje hier zo. Misschien kunnen jullie iets voor ons regelen. Hollywood en ik, we horen bij elkaar, hè? John Travolta die zei een keer tegen mij... You don't have an action. You don't have an action. Ja, nou, wat zijn jullie aan het doen hier? Het is toch veel slimmer zo. Ga van je de trillen, van jou slimmer duur. Ja, kijk hoe goed die Afrikaan wordt bewaakt. Zijn uw lessen. Sending door suggest. Hier zijn de sleutels van de kelder. Hoezo, moet hij wat drinken of zo? Ja, zijn gepist. Smaakt het? Wat is het? Wat denk je zelf, Sinterklaas? Willen jullie money maken? Buiten. Echte cash. Hm? Zeker test of zo? Luister, wat je wilt kun je krijgen, ja? Wat wil je hebben? Wil je een osso? Wil je een chickie? Wil je een Mercedes? Nee, dank je, man. Wat? Nee. Mijn ouders rijden een Mercedes, man. Ik wil op zijn minste Audi. Krijg. Ja? Wat wil je nog meer? Hé? Jij wat rappen, toch? Hoe kom jij erbij? Denk je dat ik die rapper op je shirt niet ken of zo? Hé? Wil je bij TMF, MTV, wat jij wilt, jongen? Plus, je krijgt er nog een kruiwagen aan money bij. Ja? En waar is die money dan? Hé, hey, appel, doe normaal, jongen. Er zitten hier sowieso vast een paar camera's. De bazen kijken mee, man. Zo, ik mag het hem toch gewoon fucking vragen? Nee, jongen. We hebben hem gecheckt. Wegwezen. Kom. Hij gaat jullie killen. Ja? Wie gaat ons killen? Karam. Ja? Hij laat nooit getuigen leven. Ja, waarom denk je dat ze hem nooit kunnen pakken? Let maar op. Jullie zullen straks ook moeten opdraaien voor de moord van Jabbar. Leuk verhaal, man. Schrijf het in een boek. Geef het uit. Wij zijn weg. Luister, luister. Mesdagstraat nummertje 10. In Noord. Ja? Onder de menvoerder, plank nummer 5. Dan moet je kijken, er ligt een koffer. Die is voor jullie. Oké? Okay? We gaan zien. Hé! Hey! Een koffer met geld en dan hebben we geen enkel probleem meer. Hey! Maar wat bedoelde die Afrikaan nou met een moord op Jabbar? Wie durft nou zoiets? Dan ben je echt gek, toch? Is Karan dit van plan? En wat is hij dan met ons van plan? Nou, eerst maar eens die koffer met geld zoeken. Hier, in the middle of Noord. In deze stinkende villa van Schraaf in Den Bosch. Deze Brabantse mafkees is de grootste cocaïneconcurrent van Jabbar. Dus even flink oppassen hier. Wow, het stinkt dat parkjes hier. Loop, loop man, die geld is daar ergens, jongen. Het stinkt naar jouw moeders koken, jongen. Doe niet alsof je niet gewend bent aan dit. Nou, het trakt eerder alsof jouw moeder gekookt heeft. Ik ga weg hier, dit ding. Hé, die geld is hier, jongen. Wat een vieze beest, man. Speknek, net als jij. Hé, dat geld ligt daar, man. Onder die losse planken, man. Die lelijke koffie, ja, die komt wel bekend voor. Ik? Je bent gek, man. Zei jij dat ik gek was? Volgens mij zit hij dat ik gek was. Nee, ik zeg alleen. Ja, jij zei dat ik gek was. Hey, luister, mijn vriend Appel is oké, okay, man. Oh, wie zit dat? Dat zei jij. Ik. Oh, ja, als jij dat zegt, ja. Dan moet ik wel vertrouwen, of niet? Of niet? Wie heeft jullie gestuurd? Jabbar? Toch niet Karan, hè? Oh, Karan, ik wil zo graag hoger op. Maar dan moet hij eerst mij en Jabbar kapot knallen. Even eerlijk, ik ken al die mensen echt niet. Die kennen niet. Wie staat dan in die auto? Zijn jullie pa?
Geen idee, maar wij zijn hier gekomen om een varken te kopen. We willen gewoon een varken kopen. Twee moslims komen hier werk kopen. Ja, we moeten aanpassen, integreren. We komen bij jou een vies varken kopen gewoon. Ja, dat minder niet. Een varken, ja. Je loopt het zelf. Nee, genoeg gelachen. Wie heeft jullie gestuurd? Wat willen jullie? En jij, Koek, waar is je uitjes moe? Nou, gewoon een vies varken kopen. Om de kont blaffen, of niet? Omdat de vrouwtjes niet willen, zeker? Kont blaffen? Kont blaffen. Kont blaffen. Kont blaffen. Kont blaffen. De pompen, jongen. Wat de fuck bedoelt deze man? Jongen, hij bedoelt gewoon flink ketsen. Gewoon batsen, flink er tegenaan gaan, weet je niet? Hoe weet jij dat, puffelkop? Ik heb Eindhoven gewoon, man. Eindhoven, dat midden niet. Wat? Woensel West. Wat een kut. Doe normaal, maar Eindhoven de gekste. Ja, ja, ja. Hé, hey, luister, licht uit en wegwezen hier. En die pet moet af. Het gaat helaas niet lukken, man. Petjes mogen hier niet, jongen. Hé, hey, luister, het pet is geen kleding of zo. Ik kan mezelf toch niet uitdoen? Je zit vast met nietjes in die kop. Nee. Nee, 10 seconden lijm? Ook niet. Ook niet? Nee. Ik ben er zo uit uw moeder gekropen. Nou, toevallig niet. Hij moet toch af, maar kaartje. Het zijn Turken, lijn. Oh, die hakken altijd op elkaar. Jongen, jij hebt toch zelf een pet... Ding af. Rustig, man. Rustig, rustig, rustig. Kijk, petje af. Geschoren. Hey, jongens, jullie blijven hier. Ja? En ik ga jullie pa even uitchecken. En als ik terugkom, ga je mij precies vertellen wie jullie zijn en wat jullie hier doen. Ja? Dus niet bang zijn. We zijn zo terug. Twee Marokkaantjes. Jongen, we zijn Turken, lang. Ja, ja. Het lijkt allemaal op elkaar, hè. Oh. Hey, kom, jongen. Die geld ligt daar onder die vijfde plank, man. Kontplaf. What the fuck is dat? Doe snel, jongen. Hier op, man. Ah, shit, jongen, man. Snel. Ze komen eraan, man. Merhaba beyler. Umudi Hanım'ın var mı? Wij zochten twee leeuwen, geen ratten. Kijk, een rat. Bijzonder beest, niet? Waarom is een rat een verrader? Geen idee. Kijk, deze rat gaat in deze emmer. De broek van degene die je wilt ondervragen, trek je uit. En dan bind je de emmer vast aan zijn blootgat. Dan verhit je de emmer. Wat doet de rat? Die wil eruit. Maar hij kan niet door de emmer. Dus waar gaat die rat doorheen? Maar dat was allemaal vroeger. Dat was vroeger. Nu hebben wij de tang. Laat hem flink zingen, Abe. En dat hoe ze basuursen. Heel simpel. Ik zeg koffie, kloek koffie. Ik zeg Colombiaans poedersuiker. Jij haalt Colombiaans poedersuiker. Ja? Totale devotie. Geven en nemen. Niet alleen werk, ook privé. Vind je mij leuk? Wat? Vind je mij leuk? Mahmoud? Wat doe je hier? Het is undercover. Het is geheim. Hier. Niet liegen. Ik lieg echt niet. Dit is gewoon toeval. Ik ben eerlijk met je, echt. Wat doe jij hier? Serpilletje, kom je? Ja, ik kom. Wat ik kom? Wat moet je van hem? Ja, dat wilde ik je nog vertellen. Hij heeft me gevraagd als assistente. Serpilletje! Rustig aan, man. Weet je wel wie dat is? Dat is die Mogol die zijn eigen vrouw heeft gedumpt voor de Poolse au pair, man. En nu zit hij achter jou aan. Wat, Soes? Ja, laat je dat zomaar tegen je zeggen. Mahmoud, de overstroomde wc's van het koffiehuis wacht op je. Kom je? Wat?
Niks, hij maakt grapjes, hoort erbij allemaal. Serpil, hier! Ik moet gaan. Wat is dit? Hé, jij? Ho, hé. Laatste keer. Shoharma. Niet waar jij mee bezig bent, je moet gewoon een beetje... Niet alleen Karan had ons in de tang, maar ook de politie. Alles stond op fucking video, man. Oké, losers. Jullie krijgen nog één kans van me. Ik hoor morgen komt die voodoo-dokter uit Afrika. Die komt op Schiphol en ik wil dat jullie hem ophalen. Ja? Van wie heb je dat gehoord? Van die kip? Hè? Van dat konijntje? Ja, fuck maar met mijn gasten. Toevallig werk ik wel professioneel. Met kippen en konijnen zeker. Hey, zorg jullie nou maar dat jullie die voodoo-dokter halen, oké? Okay? Morgen is jullie laatste dag samen. Hoe gaan we zo meteen gewoon die voodoo-dokter herkennen? Geen idee, man. Maar ga er maar niet vanuit dat hij met een stropdas en een koffer rondloopt. Uiteindelijk vonden we hem na uren zoeken. Op de bagageband nummer 13. Ik weet niet hoor, maar misschien hadden ze hem daarop gezet omdat hij zo vreselijk stonk. Die weer een scheet, jongen. Gadverdamme, man. Jongen, dat is geen scheet, man. Dat is een teken van dankbaarheid daar in Afrika. Hij toont zijn liefde, man. Oh, dus als hij dankbaarheid wil tonen, dan ga ik de hele boel onderscheiden. Juist, want dan ben je gewoon helemaal relaxed. Oké, okay, dat weet ik wel. Laat hem lopen. Pff, laat hem weer in, man. Pff. Deze man is... Hey, hij is echt ziek. Hang erdoor. Deze is fucking smerig, jongen. IJs. Wat zegt deze gek nu weer, man? IJs nou. Voldoen, man. Je wilt ijsje. Wat is dit, man? IJs nou. No ijs. No winter now. Hang erdoor. What the fuck doe je nou, man? Hey! Hey, rustig, man. Relax, man. Straks krijgt deze man nog een hartaanval, jongen. Ijs. Ja, jongen. Ijs, easy, man. Waar gaan we ijs vinden, hartje zomer, man? Ijs. Oh, moeder. Gantje, we zorgen. Ja, zie je. Ijs, de boel. Ijs, nou. Ijs, de boel. Die Afrikaanse dans, man. Hey, wat is dat? Niks, mijn oom maakt een beetje plezier. Hij heeft een jackpot gewonnen, man, miljoenen euro. Karanabe. Mahmoud, waar blijven jullie nou? Ja, die voedendokter, hij is hier, man. Schiet op en zorg dat je hier bent voordat die finale hierboven begint, oké? En neem mijn geld mee. Je geld? Karanabe, ik hoor je niet meer zo goed. Even hoor. Ja, ik hoor je. Ik zeg. Niks. Ik hoor. Ga maar. Ah, hier, Michel. Ah, ik voel geen pols. En nu? Doe mond op mond, Salak. Jij bent grappig, jongen. Doe jij die mond op mond dan? Ik doe het absoluut niet. Je moet het verdelen. Ik heb hem toch als een pols gevoeld. Nee, ik ga het sowieso niet doen. Hey, begin jij die shit te doen, want die man gaat dood, hè? Luister, we spreken dit af. Volgende keer doe ik het, ik beloof het. Hey, schoonmaker! Hij heeft mond op mond beademing nodig. Ja, en? Ja, en? Wij mogen het niet van onze geloof, dus dan moet jij het doen. Maar waarom? Geloof, het is voor haar geloof. Wat loop je nou te discrimineren, homo? Hey, ik ben geen homo, hè? Ik ben Joods. Nog erger. Ik heb er geen zin in. Nee, geen zin in. Oh! Godverdamme! Hij is gewoon dood! Oh. Ja, verzin dan wat anders, dit werkt niet! Oké, leg hem op zijn buik. Er gebeurt helemaal niks! Tel die man op, man. Hey, deze shit is zwaar. Ja, zijn tong zit vast. Kan toch niet, man. Oké, ik ga de GGD bellen. Je gaat helemaal niks bellen, jij, jongen! Dat is protocol! Mafkees. Ik kom je malle moe schieten, hè? Zeg shalom tegen je moeder. Ik heb niet eens een moeder. Man, waar gaan we deze man dumpen, jongen? Oké, luister, weet je wat we doen? We gaan gewoon naar de Artis. We gaan hem daar bij die apen laten zitten met een bakje popcorn. Iedereen denkt dat hij gewoon de hele tijd naar de apen kijkt. Wat een domme idee. Jongen, blijf even achter met je hoofd, man. Mafkees, iedereen ziet toch dat die man morsdood is als wij met hem op onze rug. In ieder geval, het is allemaal wel heel leuk, jongen. Maar wat gaat Karan zeggen als wij komen met niks, jongen? Ja, wat moeten we nu doen, hè? Goeie vraag. Wat je me eigenlijk moet vragen is, hoe gaan we nu last minute nog een Afrikaanse voedendokter regelen? Bye-bye. Ja, home. Hey, kom
hier, jongen. Nee. Opstaan, man. Ik heb geen geld. Ja, we weten onderhand al dat je geen geld hebt, maskeren. Je moet iets voor ons doen, dan ben je ons niks meer schuldig. Jij gaat van ons voodoo-dokter spelen. Voodoo-dokter? Ja, jonge dove. Voodoo-dokter. Oh, 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 oh. Jij wil dat ik een voodoo-dokter speel? Luister je niet zo goed of zo? In een voodoo-dokter pak? Ja. Ja. Tering, Jopie, dat is leuk. Kom op. Lekker. Waar is het pak? Wow. Dit is je ketting. Dit is je oorbel. Dit is een peniskoker, debiel. Verdamme, man. Wat gaat verdamme? Trek hem aan, jongen. Oké. Hey. Ah, hij is koud. Hey! En toen belde Bambi. Ze had iets ontdekt. Bij die bounty op kantoor. En dat hij misschien wel het lek was. Zoek iets. En die bounty werkte misschien wel samen met die gangsters. En wilden die gangsters de macht van Jabbar overnemen? Wilden ze hem vermoorden? En wilden ze ons daarvoor laten opdraaien? Bambi had hiervoor een heel gewaagd plan bedacht met onze erin. En met heel veel undercover agenten bij die live finale. En de voeroeman, die mocht niet mee. Maar ja, of we die konden tegenhouden. Wat is dit? Dit is toch geen fucking gangster rap, man? Dit is een soort smurver rap is dit. Je bent niet eens een minderheid, je bent veel te klein. Heb jij überhaupt een pistool? Uit de ghetto ben je. Je bent boos! Is dat duidelijk? Ja. Denkpistool. Ready? Go! We doen het alleen. Hou cool achter ze mij in mijn bed. Hey, Slippil. Hey, wie heeft er nou geen borsthaar, hè, meid? Hey, hallo. Wie heeft er nou geen borsthaar? Waar is Mahmoud? Zie deze chickert hier? Zij valt op mij. Heb jij haar versierd? Nee, ik heb nieuws van jou. Weg met al die versiertrucs, ja? De allerbeste versiertruc is, je moet je laten versieren. Nee, zij heeft mij versierd. Hey, maar werkt Mahmoud echt undercover? Undercover, die loser? Laten we niet lachen, meid. Hey, wat heb ik nou weer verkeerd gedaan? Mahmoud? Wat doet een leuk meisje als jij in een obscure gang als deze met een leuke presentator als moi? Dat leuke meisje zegt tegen de presentator dat hij terug moet naar zijn vrouw. Mahmoud! Hoe kom je daar nou bij? Wat is dit? Zou je dat dan niet willen? Serieus? Wat ben je meer char of zo? Zit je even in het zesde zintuig? Wat is dit voor onzin? Waar heb je het over? In de lucht, maakt niet uit waar je vandaan komt. Represent je hoed door die shit, maar ik rep de Noordzaak. Dubbelo, Noordzaak. Dubbelo, Noordzaak. Dubbelo, Noordzaak. Dubbelo. Weg hier met Chaver. Ik?
Remy, Matti, we hadden een deal, toch? Jullie het vuile werk en ik de rest? Wij hebben al genoeg vuile werk opgeknapt. Wij zijn geen schoonmakers. Ibne? Een dubbel O. Dat waren Daryl en Susie B. En als jullie willen dat die... Als jullie willen dat die gaan winnen, dan moet je die rare afkorting die we daarvoor gemaakt hebben, die ik niet kan onthouden, die nu onder in beeld staat, sms'en naar 2323. We gaan naar het laatste optreden, alweer. En dat is van Ahmed! Op Denkbaar Wonderwerk! Geef er ook een applaus, dit is Miss Holland! Dit is mijn chickie! Mijn naam is Ahmed en ik ben een echte hozelaar. Doekoe op de banken, want ik heb mijn tonnen klaar. Ik doe de wenkbrauw naar elke mooie vrouw. Maak je niet droeken, want ik ben toch fucking lauw. Op de plaat elke dag en ik roel die shit. Ik doe de hustles, zie je rockboy. Rock ik de show, krijg ik geen doekoe, ben ik fucked up. Want elke dag op straat, word ik weer nagestaard. Is er een nieuwe rapper, wat heeft die me nageaapt? Maar ik ben in de east side, denk groter dan een villa. 3, 4, 5 senoritas, zo boy, ja wij genieten. Ik ben de shit, je kent de item. Front niet op de boy, ik kus de diamonds. Check eens hoe we schijnen, gangsta, gangsta boys. En dit is hoe we shine, girl. Rol zo hard in de nacht tot het ochtend is. Op de praat elke dag, yeah. Hey, my shine is absurd. Bitch, ik pop batras in de club. En die mommy, hey, bakka. Baby, back it up. Doe, ik stack it up. Hoes, ik heb enough. Geen bluff, ik ben een baas. Aan te vragen, dan je zus. Zus, meidje ziet me staan. Dus stuur de boy een kus. Ik kom met de Benz. Ja, je ex ging met de bus. Stuur de boy een briefje. Vol met liefde. Ik ben op de streets, baby girl. Geen liefje. Never nooit vriendje. Je fokt met de vieste. Jij bent de liefste, baby. Breng je pills. Ja, ik wiep het, baby. My lady. Miss Murder, my baby. Check eens hoe we schijnen, gangsta, gangsta boys. En dit is hoe we shine, girl. Hold so hard. Niet jammeren. Niet jammeren. Je eigen benen brachten je hier. Jij bent ziek, vriend. Waarom ben je niet bij je vrouw in plaats van elke assistente te willen neuken? Domme pech. Nee. Je kan het God noemen, je kan het noodlot noemen. En dan zijn wij een soort van instrument. En jullie straf via onze hand en zo. En dat is dan weer ons noodlot. Wie is hier nou de loser, hè? Bounty ass. Uniformunda herhalde. Süper. Vallahi bak. Neyse, başa gelen çekilir. Davranın bak. Hey! Sukkels. Hey Poppy,
nou eens naar de baby? Ja, schat. Ga zo doen. Daarna verschoon ik de poepluiers. Je kent me toch? Wangster. Apo, op welke dag ben jij met Fatma getrouwd? Weet ik veel, woensdag. Weet je zeker? Want als je nep bent, dan word je gespuugd. Ik zeg woensdag. Mammoet, op welke dag ben jij met Serpio getrouwd? Zaterdag, de 13e, om 3:00. Weet je zeker? Want als je nep bent, dan word je gespuugd. Homie, ik weet er 100% zeker, zaterdag, jongen. Wat een sukkel, man. Je weet toch wel op welke dag je getrouwd bent? Zelfs ik weet dat. Hey, Poppie. Niet jij, maar Ahmed Junior moet drinken. Hey. Hey, chic. Is goed, schatje. Ik breng het nu, ja? Hey, wie is hier nou de echte gangster? Hé, kleine? Een beetje melk? Ja, jij. Jij bent de echte gangster. En denk erom, hè. Je spuugt op alles en iedereen wat nep is. Check eens hoe we zijn. Gangster, gangster boys. En dit is hoe we shine. Homie, je bent wel echt lelijk als bitch, man. Ik heb in ieder geval grotere borsten dan jou. Klopt, ja. Je hebt in ieder geval grotere borsten, ja. Daarom kijk ik altijd maar. What the fuck kijk je, homo? Wat is er met... Op, rotte lijn. Wat is er met die man gebeurd? Hij heeft nu mond op mond af. Prachtig. Oké, ik ga de GGD bellen. Je gaat niks bellen, laat. Ja, maar dit is protocol. Je moet je er niet mee bemoeien, ja? Zou. Kom op. Ja, sorry, man. Nu heb ik de slappe lach. Is goed, deze keer gaat het. Ja, kijk maar, jongen, met je fucking ogen. Wat is er, man? Deur. Ja? Heel goed. Penis Murat. Penis Murat! Waarom noemen ze hem penis? Heeft hij een grote smurf of zo? Misschien moet je het even zelf aan hem gaan vragen. Blikke homo. Ice, no! No ice, no winter. Winter? Leg deze gekke banaan even uit wat de winter is, jongen. Listen, African guy. Leg deze bananenvreter even uit wat de winter is. Sorry. Jongen, leg deze bananenvreter even uit wat de winter is, want jij weet toch? Listen, banana guy. First job. Hey, vertel deze bananenvreter even wat de winter is, jongen. Listen, banana guy. Weet toch dat ik de laatste tijd veel naar gangsterfilms kijk? En het is me opgevallen. Wil je een echte gangster zijn? Jullie weten toch dat ik de laatste tijd best wel veel gangsterfilms kijk? Toch? Kijk. Jongens, jullie weten toch dat ik de laatste tijd best wel veel naar gangsterfilms kijk? En het is me opgevallen dat al die mannelijke mannen behoren. Mannelijke mannen, ongelooflijk. En toen wist ik het. Wil je een echte gangsterrapper zijn? Dan moet je vooral haar hebben. Veel borsthaar. Dan ben je pas echt mannelijk en een gangster. Dus jij draagt een eekhoorn zo onder je hemd daardoor? Dit is geen eekhoorn. Nee, dit is een konijn. Dit is een toepet. Hebben jullie niet op school gezeten of zo? Loop door, man. Mijn favoriete Turkse eten zijn de heerlijke verse visjes bij de... Hoi donk! Papa, mag ik even? Ik noem Pierre altijd eigenlijk de zoon die ik altijd gehad had willen hebben. Kan jij voetballen? Ik ook. Ja, hij kan zeker voetballen. Hij heeft een jaartje gespeeld in de jeugd van Fenerbahçe. Zo. Ja, ik stond helemaal vooraan gewoon. Ik krijg eerder Paris Hilton of Britney Spears in bed dan jij, man. Britney Spears is helemaal niks aan, maar zal ik je wat over haar vertellen? Die is wel heel goed, hoor. Oké, kom maar. Ik krijg eerder Britney Spears of Paris Hilton in bed dan jij haar, jongen. Britney Spears, zal ik je wat vertellen van Britney Spears? Die chick die stinkt, jongen. Die stinkt net uit de bek. Naomi Campbell. Alsof jij ooit met Naomi Campbell bent geweest. Moet hij een geheimje vertellen over Naomi? Ja. Ze zwacht. Je hebt de oude jurk van je oma gepakt uit de kast. Ga jij nou maar grappen lopen maken met die cup A van je? Ik heb liever cup A dan die cup D van jou, jongen. Weet je wat het verschil tussen mij en jou is? Bij mij weten ze dat de grap is. Bij jou weten ze dat je homo bent. Weet je wat het is met jou? Hè? Purple jurk dat je bent. Nou, groentje. Mag ik je niet even zien?
Hebben alle Turkse vrouwen haar op hun borsten? Ja, ja. Ben ik blij met de Nederlandse? Hey, rustig man. En niet aan mijn beel zitten. Hey, ik ben een gangster, je moet je horen behaard te zijn. Je bent een wangster. Nep rapper. Hey, kijk in de spiegel, man, sukkels. I'm a fucking gangster, you know? You need people like me, hè? Huh? You need people like me. So you can point your fucking finger and say that's the bad guy. En dan hoe een gangster te bestaan. Machine doe maar, smeer. Ja, ik ben sexy, je weet ik ben de shit. Voor mijn man doe ik alles, dus ik klap die polsen, bitch. Geef me de mic, je weet ik doe het hardcore. Chickies geven het op voor deze sexy presentator. De naam is Ahmed en ik heb elke chick versierd. Vraag maar aan Miss Holland, want die heb ik ook gekierd. Voodoo man, verschulden nu bevrijd. Ik heb een grote leuter, maar die wil ik nu kwijt. Jongens, Michael Jackson has left the building.